Leroy, je laatste trainingskamp met Scheveningen. Ja, inderdaad, dat is wel even wennen. En aan de ene kant, alles wat je meemaakt, is, daar denk je ook nog bij na. Dus ik denk, ja, dat is toch de laatste keer, Leroy, voor Scheveningen. Ja. Het is nog een belangrijk half seizoen te gaan bij Scheveningen. Hoe kijk je terug op twee perioden Scheveningen? Want je kwam de eerste periode eigenlijk net vanuit de jeugd bij DSO erin gespeeld. Ja, en in de slipstream kom je mee van Hillekes naar Scheveningen. Ja, dat is het mooie. Het voelt gewoon echt als thuis bij Scheveningen. En ik ben met Hillekes meegegaan inderdaad. Alles draaide om Hillekes. En hij was ook een supergoeie speler. En ik kwam eigenlijk net kijken en ik dacht bij mezelf, ik ga het gewoon proberen. Ik had nog geen rijbewijs, dus ik kon lekker met hem meerijden. En ja, twee wereldseizoenen gehad in ieder geval. En ja, daarna dacht ik gewoon, ik moet gewoon terug naar die club. En ik heb het zo naar mijn zin. En iedereen blijft hier lang hangen. Dus het is gewoon echt een thuisgevoel. Echt een familie is het. Bij Scheveningen, je zei het al, ging fantastisch, plaats in het eerste elftal. Ja, daar kwam eigenlijk door ineens die overgang naar ADO Den Haag. Gepromoveerd volgens mij toen naar de Eredivisie en gelijk in de basis. Ja, dat was echt een fantastische tijd en eigenlijk ook wel een bizarre tijd. En als het gebeurt, dan sta je er niet echt bij stil. Maar ja, nu je over nadenken bent om elke keer een stapje terug te doen, dan denk je zeker aan bepaalde dingen terug. En dat was de tijd van ADO Den Haag. Dat je gewoon in één keer van eigenlijk het hoogste amateurniveau in één keer Eredivisie ging spelen. Ja, eigenlijk is het bizar en eigenlijk kan het ook niet. Maar ja, ik heb het toch mee mogen maken. Kijk je het algemeen terug naar je periode in het betaalde voetbal? Ja, wel dubbel hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat ik niet gemaakt ben voor het profwereldje. Ik vond andere dingen ook veel te leuk. En ook daarnaast de maatschappij. Ik vond werken, had ik altijd ambitie. En ik heb zeker een leuke tijd gehad. Het is ook een keiharde tijd geweest. Alleen ja, dat ik nagenoeg in elk stadion gespeeld heb. En met spelers gespeeld heb die echt goed zijn. Ja, dat is wel echt mooi om meegemaakt te hebben. Absoluut. Je zei het al eerlijk, ik ben toch weer teruggekomen bij Scheveningen. Ja, ook die tweede periode was natuurlijk heel mooi. Zeker als we kijken vorig seizoen promotie. Nou, ook tijdens de winterstop niet geweldig staan. Een geweldige tweede helft van het seizoen. Ja, nee, vorig jaar was echt een hele gekke periode. En een supermooie periode. Want toen zaten we eigenlijk ook op Gran Canaria. En toen dachten we bij onszelf, ja, jongens, we hebben echt slecht gepresteerd in de derde divisie. Terwijl we wilden promoveren. En het draaide ineens bij ons om. En dat kan echt op de een of andere dag gebeuren bij ons. En we speelden de sterren van de hemel. En ik ben nog steeds heilig van overtuigd dat wij het gewoon verdienden om hier te spelen in de tweede divisie. En ja, dan is het nu een moeilijke periode. Maar wij weten ook met z'n allen dat wij dat ook heel makkelijk weer om kunnen draaien. Want tot nu toe dit half seizoen in die tweede divisie eigenlijk geen wedstrijd echt weggespeeld. Wel last gehad van veel blessures. Dus wat dat betreft kan het allemaal alleen maar beter worden. Zeker, alleen ik vind wel dat je kritisch mag zijn en op jezelf, maar ook als team zijn. En het is gewoon een teleurstellend seizoen geweest, of eerste seizoenshelft. En wij kunnen ook veel beter. En gelukkig aan de ene kant, alleen dan wel als je in je spiegel kijkt, dan moet je echt bij jezelf te nagaan wat hebben we verkeerd gedaan, want het moet gewoon beter. En dat merk je nu ook dat we anders trainen dan die vorige jaren. We voelen met z'n allen van, hé, we moeten wel een stapje extra doen. Goed, trainingskamp op Gran Canaria. Onlangs was je ook op Gran Canaria, was om een heel andere reden. Ja, klopt. Ja. Ja, ik ben privé eigenlijk ook heel goed bezig. Ik heb een superleuke verloofde dus nu thuis zitten. En ja, ik ben verhuisd naar Dordrecht, ook voor haar. En ik word vader. En inderdaad, Gran Canaria 4 dagen geweest en heb ik haar ten huwelijk gevraagd. Dus ja, Gran Canaria is ook wel een beetje als een thuisgrond. Ja. Wat dat betreft een hele romantische plek om zoiets te vragen. Ja, en ik moet daarbij zeggen, Kevin Perez die woont hier natuurlijk. Dus die heeft mij goed geholpen. Dus die had een boot geregeld. En ja, alles was perfect geregeld, absoluut. Ja. Ik kan me dat voorstellen. Goed, Scheveningen, ja, het zit er dadelijk na een half seizoen op. Je zegt al, ik woon in Dordrecht. Ik wil wat dichter bij huis gaan voetballen. Dus ja, die nieuwe club die is natuurlijk al gevonden. Ja, inderdaad. Ik denk dat heel weinig mensen het nog weten. De allereerste vraag die ik heb gesteld samen met mijn vriendin is, ga ik nog doorvoetballen? En gewoon heel eerlijk en kritisch tegen elkaar geweest. Want ja, ik heb ook een eigen zaak sinds kort. Dus ik dacht bij mezelf, waar ga ik de tijd vandaan halen? Maar dan zie je toch dat ik het spelletje leuk vind. Toen dacht ik bij mezelf, ik ga gewoon nog doorvoetballen. Ja, dan ben je al meteen aan het kijken. En dan zie je toch ook wel dat Scheveningen op een hoog niveau voetbalt. Want er kwamen toch genoeg clubs om de hoek kijken. En ja, uiteindelijk vond ik het belangrijk om een goed gevoel te krijgen bij de club. En die club is Smitshoek. Dus ik ga voor 2 jaar naar Smitshoek toe. Wat dat betreft, het bloed, ja, dat kruipt altijd waar het niet gaan kan. Die tijd ben je er aan kwijt. Maatschappelijk ga je settelen. Ja. Alleen je bent gelukkig wat dat betreft dan minder reistijd kwijt. Ja, zeker minder reistijd. En daarnaast hebben we ook goede afspraken gemaakt. Dus in het begin van het seizoen zal ik zeker 3 keer trainen. Maar daarna ga ik naar 2 keer. En dat scheelt me ook al heel veel.
En ja, het is toch een stapje lager, maar op zich nog steeds een hartstikke goed en leuk niveau om op een bepaald niveau te zijn. Want ja, ik dacht ook bij mezelf, ik kan nog in een vriendenteam gaan. Maar ja, dat gaat hem voor mij niet worden, want dan ga ik me te veel irriteren. Alleen wel met pijn in mijn hart, want ik laat wel een club achter waar ik heel veel jaren met heel veel plezier gevoetbald heb. 2019, een paar dagen oud, maar het belooft voor jou een heel mooi jaar te gaan worden. Absoluut, er wordt zeker 9,5. Ja.